Vandaag is geen première, maar we gaan eten in het centrum van Gent. Want mijn ma en mijn stiefpa die zijn een paar dagen op vakantie in de mooiste stad van België. En ze hebben gevraagd of we samen gaan eten. Dus we zijn nu op weg naar de Oude Vismijn. Dat is geen vismijn natuurlijk, maar je kunt daar eten. Oh, gezellig. En de Oude Vismijn die ligt vlak aan het Gravensteen. Gentse waterzooi met vis. Waterzooi met kip. Het was zalig. Veel te veel. Heerlijk. Heerlijk. Goed geef. Moeite. Allee, merci. Tot. Ja. Merci, tot, tot de volgende keer. Goeie, goeie nacht. Ja, jullie ook. Je hebt het super druk gehad de afgelopen dagen. Gisteravond zijn we gaan eten met mijn ouders. Dat heb je net gezien. En wat ik maandagavond gedaan heb, heb je waarschijnlijk ook al gezien. Dat was die gala-première van Allemaal Familie, die nieuwe Vlaamse film. En de trein is veel goedkoper dan de auto. Bijna 20 euro heen en terug. Voor mij alleen. En voor Bas 12 euro heen en terug. Dus dat is bijna 32 euro voor ons twee voor de trein. De auto was veel goedkoper geweest. Dat is een beetje raar, want ze willen zo graag het openbaar vervoer stimuleren. Doen ze niet, maar we kunnen nu wel een glas wijn drinken. Wordt hier zelfs lastig gevallen door zo van die fanboys van de vlog? Zo van, kom ik in de vlog? Kom ik in de vlog toe, Jan? Alsjeblieft, mag ik in de vlog? Oké dan, joepie. Als je die video nog niet gezien hebt, moet je zeker eens even checken. Dat is gewoon de vorige video op dit kanaal. Maar was super leuk. Daarnaast heb ik niet zoveel leuke dingen gedaan, gewoon vooral veel gewerkt. Dus dit is een extra korte vlog. Sorry daarvoor. Maar ik heb beloofd dat er elke woensdag en zondag een vlog is. Dus hij is er. Maar tussen al dat werk door ben ik wel een artikel tegengekomen. Op De Morgen stond dat. De titel is: Temptation Island is geen guilty pleasure, het is degoutant bedrog. Het artikel gaat eigenlijk over de manier waarop dat programma gemaakt wordt. Ik kijk eigenlijk niet naar Temptation Island. Ik heb het twee keer gezien of zo. Het enige dat ik kan denken is, oké, ja, echt slim zijn die niet. Zijn dat eigenlijk wel koppels? Zijn die echt al lang samen? Of zijn dat gewoon allemaal, ja, acteurs, mensen die graag op tv willen komen, die ze dan hebben samengezet, doen alsof een koppel is, kunnen die rondpoepen? Hoe echt is het programma? En ik vind het op zich wel een goed artikel, want ik kan mij er wel in vinden, want dat is natuurlijk allemaal zever, maar dat is puur entertainment, mensen kijken daar graag naar, of dat nu echt is of niet. En dan gaat het hele artikel dan maar door over dat het eigenlijk een toneelstuk is en dat de makers van het programma alle trucjes uithalen om zo sensationeel mogelijk tv te maken. Ergens moet ik hem daar gelijk geven natuurlijk. Volgens mij is dat programma ook super fake. Is dat allemaal in scène gezet? Of toch zoveel mogelijk? Ik vind dat eigenlijk niet zo erg. Dat gaat niet alleen over Temptation Island. Dat is gewoon tv en bijna elk tv-programma is redelijk fake. Het nadeel als je in de media werkt, is dat je dat ook weet en dat je heel veel van die dingen ziet en denkt, yeah right. Maar mensen geloven alles. Een van de beste voorbeelden is bijvoorbeeld in Jonas en Van Geel. Dat is een talkshow die eigenlijk een beetje is gebaseerd op de Amerikaanse talkshows. En op een bepaald moment sturen ze met de gsm van de gast een bericht naar alle contacten, zogezegd. En dan zeggen de mensen, oh, dat zouden ze met mijn gsm nooit mogen doen hoor. Naar iedereen een bericht sturen. Of in mijn pop-up restaurant bijvoorbeeld, komt de jury en die staan voor de drie restaurants en zeggen, bij wie zouden we eerst eens gaan? Nee, dat is allemaal al geregeld. Of ze krijgen een opdracht en ze moeten allemaal twee hapjes maken en er is dan één duo dat er vier maakt en dan zeggen die, oh ja, poh, we hebben gewoon wat restjes gebruikt. Dat is allemaal bedacht om die tegen elkaar op te zetten natuurlijk. Maar begrijp mij niet verkeerd, ik heb natuurlijk niks tegen lege entertainment, zoals Temptation Island, want dat is plezant om naar te kijken en dat is lachen en je denkt dan, what the hell. Maar af en toe kan het geen kwaad om een beetje kritisch te zijn en om zelf ook eens na te denken. Want als je dat nooit doet, dan kun je op den duur niet meer nadenken. Dan heb je een probleem, denk ik. Maar zoals je waarschijnlijk verwacht, is in mijn vlog alles opgezet spel en fake. Die muren hier, dat is allemaal karton. Dat is allemaal decor. Dat is eigenlijk gewoon, ja, ik moet daar niet hard tegen duwen, want dan is dat gewoon stuk. Die lampen, die branden niet echt. Dat zijn special effects. En dat is plush. Die roze kat is echt. Die neem ik gewoon altijd mee naar de studio om deze vlog op te nemen. Maar sorry voor deze hele korte vlog. Toch super merci om te kijken. Ik apprecieer dat enorm. Als je nieuw bent, vergeet zeker niet te abonneren. En als je deze video leuk vond, vergeet zeker een duimpje omhoog te geven. Als je iets wilt weten, zeggen, vragen, whatever, wat dan ook.
Laat gerust weten in de comments hieronder. Ik doe mijn best om alles te beantwoorden. En zondag is er een nieuwe vlog en die zal ietsje langer duren. Tot zondag. In de film is er een bepaald moment iets met een potje waar iets in zit. Mm-hmm. Wat zit daar eigenlijk in? In het echt bedoel ik? Ja, ja. Een soort van glycerine, een soort van ja, blinkend spul. Ja, ja, dus er is iemand die dan iets maakt dat moet lijken op... Ja, ik mag eigenlijk niet zeggen wat. Ja.